Want vrijdag waren we het erover eens dat het maandag was. Ik vond het vandaag goed. Ja, ik ook. Ja, we hadden het er net over, van een wereld van verschil met afgelopen vrijdag. Ja, hoe dat kan, ja, zeg het maar. Wat vond je van de Graafschap, van de opstelling van de Graafschap? Hoe ze zich hielden toen jullie aan de bal waren? Is ze aanvallender verwacht? Nee. We hadden verwacht dat ze iets anders druk zouden zetten. En nu gingen ze heel snel met Van der Bomen uitstappen. Dat hadden we niet verwacht. Maar goed, dat is op zich niks heel ernstigs. En de opstelling op zich hadden we wel een aantal opties. Waarvan bijvoorbeeld Owusu was rechtsbuiten, hadden we eigenlijk ook wel in ons hoofd. Wat dat betreft waren we niet verrast. Mart Dijkstra, ik vond je echt goed vandaag. Ja, dank u wel. Ik vond je voorgaande wedstrijden speelde je ook vaak wat verdedigend. Hè? Wat de afvallende bal in ieder geval pakken. Nu was je heel vaak betrokken met het zoeken naar de derde man. Ja, ik had vandaag... het is soms ook een beetje hoe de wedstrijd zich ontvouwt en wat voor tegenstander je hebt. Maar zij speelden met Van der Bomen aan hun linkerkant. Dus er kwam iets meer bij Tom uit, waardoor hij iets meer naar achteren kwam. En ja, als je man-op-man speelt op middenveld, dan kan het soms wat zijn dat je wat vaker naar voren schuift. En af en toe zag ik de ruimte, dus ik denk ik ga af en toe ook maar mee. Is dat waarop getraind wordt? Het inspelen dan op jou of op Tom van der Looy om dan de derde man te zoeken aan de zijkant? Je traint op allerlei manieren om onder de druk vandaan te komen of om een man extra te creëren. En wat dat betreft zijn we wel vrij om te gaan en staan waar we willen in de opbouw. Natuurlijk wel vanuit bepaalde taken, maar we mogen zoeken waar de ruimte is. En als Tom een keer uitzakt, dan moet ik op middenveld blijven en andersom. En ik denk dat je, voornamelijk de tweede helft, kon ik een paar keer uitzakken, waardoor ik Bas wat hoger aan kon spelen. Ja, zo kom je wel wat meer aan voetballen toe. Dan geef je helemaal niks weg. En dan komt de 33e minuut, afvallende bal. Eigenlijk net zoals vrijdagavond. Wat ging er mis volgens jou? Ja, dit is ook voetballen. Hè? Wat je zegt, we begonnen echt ijzersterk. We kwamen een paar keer goed door over de zijkant. Ik denk als we de vroege voorzet spelen, dat er iemand misschien wel vrij voor goal staat. Maar goed, dat spelen we misschien niet helemaal goed uit. Maar we waren wel dreigend. Zeker over de rechterkant, hè, met Bart van Rooyen en Okita. Wat dat betreft zaten we ook veel rustiger dan afgelopen vrijdag. We hadden echt controle over die wedstrijd. Dan komt volgens mij een vrije bal indraaiend. Ik denk dat die bal wat verder weg moet liggen, maar goed, zij pikken dat goed. En die wordt weggewerkt. Wellicht kun je zeggen, die bal moeten we misschien naar de zijkant wegwerken. Die valt bij Bruinburg. Die pakt een volley. Ja, soms gaat die stadion uit en nu ging hij erin. Ja, dat is ook voetbal, maar ja, volgens mij niet echt conform de wedstrijd op dat moment. Ja, hij is volgens mij Van der Bomen om die vrije bal. En die snijdt helemaal 30 meter van het doel af aan de zijkant. Ja, klopt inderdaad, maar hij snijdt ze wel redelijk aan. Alleen wij moeten daarin gewoon adequaat verdedigen, dat is duidelijk. En ik denk daar moeten we natuurlijk wel over hebben. Want wat dat betreft zijn twee identieke goals. Die bal wordt erin gegooid van een corner of vrije bal. Nou, hij komt door de as terug en die wordt erin gewerkt. Dus mijn advies zou zijn wegwerken naar de zijkant vanaf nu. En, maar goed, dat zullen we nog wel gaan bespreken. Ja, want je geeft de hele wedstrijd helemaal niks weg. Hè? Tot vlak voor tijd, zeuntjes en een bal al dan niet over de lijn. Zag jij dat? Nee, ik zat inmiddels. Dus ik heb het niet goed kunnen zien. Maar ik hoorde van de jongens dat het in ieder geval kilo was. Maar je geeft weinig weg. Wat ik zei, na de goal waren we wel wat van slag. Toen kreeg Nijland nog een goede kans. Maar verder geef je heel weinig weg. En knok je keihard voor de gelijkmaker die we in mijn optiek in de tweede helft zeker verdienden. En, wie weet, met die corner had er nog meer in gezeten. Maar misschien is een gelijkspel uiteindelijk wel verdiend, dat weet ik niet. Nee, je haalt Van Rooyen aan inderdaad. Nou ja, die maakt zijn basisplaats wel waar, denk ik, vandaag. Ja, sowieso. Al die jongens die vandaag gestart zijn ten opzichte van afgelopen vrijdag hebben het goed gedaan. Ook die jongens die er weer ingekomen zijn. De wissels geven ons toch elke keer een nieuwe dynamiek. Ja, en uiteindelijk ook, kijk, wat je de laatste minuut of twee minuten hoort ook in het stadion. Dat dwingen die gasten natuurlijk ook zelf af. Ze zijn er blijven gaan. En wat ik zeg, die wissels die brengen ook wat extra energie. Hartstikke mooi en hier kunnen we wel verder mee. Alleen het verschil tussen de ene wedstrijd en de andere moet wel wat kleiner zijn dan wat die nu is. Maar ja, goed, ik denk dat we met z'n allen wel kunnen zeggen dat we een prima avond hebben gehad. En uiteindelijk maar een punt. Maar ja, goed, de manier waarop die valt in de laatste minuut mag je er blij mee zijn. Ja, dat is mooi, hoe het hier dan nog leeft. Na de 1-1 ga je gewoon vol nog voor de overwinning, voor de 2-1. Die nog had kunnen vallen ook. Ja, inderdaad. Wat dat betreft zijn wel gekkere dingen gebeurd natuurlijk. Maar je merkt wel in het team dat het geloof er altijd is. Dat we keihard blijven knokken. En ik denk dat het publiek dat oppikt, ziet, waardeert. En daarmee ook zijn steunbetuigingen uit. En dat voel je ook wel in het veld en na die tijd. Dus dat is alleen maar fijn. En die wisselwerking die moet zo blijven, vind ik. Ja, klopt. Kijk, stiekem hoop je aan de voorkant toch misschien wel 3 of 4 punten aan deze twee wedstrijden over te houden. Nou, als je kijkt naar hoe die wedstrijden verlopen zijn, dan mag je afgelopen weekend blij zijn, afgelopen vrijdag met een punt. Ik denk nu dat een punt dik verdiend is. Dus ja, uiteindelijk moet je het ermee doen, hè. En dan op naar vrijdag, FC Dordrecht.
Ja, op een vrijdag FC Dordrecht uit. Nou, hopelijk kunnen we hetzelfde brengen, dezelfde energie brengen. En dan zit er nog veel rek in deze groep. Dus ja, wel trots op die gasten hoe we dat gedaan hebben vandaag. Top. Hey, bedankt voor je snelle tijd. Dankjewel. Hè? Dankjewel. Okay.